Het geloven in het lot. Het geloof heeft zes pilaren waarop het is gebaseerd en het is niet geldig zonder. Waaronder het geloven in het lot. Dat houdt in dat Allah, de Almachtige, alles heeft bepaald van alles wat er in het universum gebeurt, in overeenstemming met wat Hij al wist en in overeenstemming is met Zijn wijsheid. Geloven in het lot kent gradaties waaronder geloven in de eeuwige kennis van Allah en dat Zijn kennis allesomvattend is. En dat Hij wist wat was. Wat er gaande is en wat er zal zijn in het algemeen en in detail. Allah zegt: Waarlijk, Allah is op de hoogte van alles. Dus er is geen sprake van dat hij over nieuwe kennis beschikt na onwetendheid, noch overkomt hem vergeetachtigheid na zijn kennis. En het geloven in het lot houdt in geloven wat er geschreven staat. Dat wil zeggen, we geloven in wat Allah eerder heeft vastgelegd. En het behoort tot zijn allesomvattende kennis aangaande zijn schepselen in zijn bewaarde boek bij hem. Ook wel. Dus alles wat er is gebeurd en wat er gaande is in elk gebeuren dat nog plaats moet vinden tot de dag der opstanding, staat geschreven bij Allah. Allah zegt, en wij hebben alles opgezond in een duidelijk boek. En in de overlevering, toen hij de pen schiep, zei hij hiertegen, schrijf wat er zal zijn tot de dag des oordeels. Waarna de pen op dat moment schreef wat er zal zijn tot aan de dag des oordeels. En het geloven in het lot houdt in het geloof in zijn universele en collectieve wil. Wij geloven dat wat er in dit universum gebeurt, gebeurt door zijn universele en collectieve wil. Wat Allah wil, vindt plaats en wat Hij niet wil, gebeurt niet. En het geloven in het lot houdt in dat Hij zaken tot stand brengt en schept. Dus we geloven dat Allah de schepper is van alles. Er is geen schepper dan Hij. En er is geen opvoeder dan hij, en dat alles buiten hem omgeschapen is. Hij is de schepper van elk individu en diens handelingen en alles wat beweegt en diens bewegingen. Allah zegt: Allah is de schepper van alle zaken en hij is de zaakwaarnemer over alle zaken. Dus wie in het lot gelooft, vertrouwt op Allah en keert zich tot hem. Al het goede komt van hem. En wie in het lot gelooft, maakt gebruik van toegestane middelen, omdat het onderdeel van het lot is. En wie in het lot gelooft, zijn ziel is gerustgesteld en standvastig in tijden van beproevingen, wetende dat het voorbestemd is. Allah zegt, er treft een plaats op aarde of jullie geen ramp, of het staat in een boek geschreven voordat wij het laten gebeuren. Voorwaar, dat is gemakkelijk voor Allah, zodat jullie niet zullen treuren over wat aan jullie voorbij is gegaan en jullie niet blij zullen zijn met datgene wat aan jullie is gegeven. En Allah houdt van geen enkele verwaande hooghartige.